Jackie Groene, je bent vandaag nog in Duisburg, maar begin volgende week zal er iets veranderen voor jou, want je hebt een nieuwe club, heb ik gehoord. Hè? Ja, morgen vroeg ga ik naar Engeland en ga ik aan een nieuwe avontuur beginnen in Chelsea. Dus, Hoe is het gegaan? Heb je daar gaan trainen, gaan testen of hoe is het juist verlopen allemaal? We hebben eerst al gesprekken gehouden en daarna ben ik daar een paar weken geweest om het... Om de sfeer en de cultuur in de groep op te nemen. En het viel allemaal heel goed. En het zijn allemaal perfecte omstandigheden. En een leuk team, een goede trainersstaf. Dus toen zijn we uiteindelijk overeengekomen dat ik naar Chelsea kwam. Ja. Veel nieuwe mensen ook, hè, bij Chelsea heb ik gezien. Ja, ze hebben eigenlijk zo goed als een nieuw team gekocht. In verhouding met vorig jaar. Ze hebben heel veel nieuwe aankopen gedaan. En dat merk je denk ik ook wel aan het niveau. Het is een heel hoog niveau waar we op trainen. En ik hoop dat we dat ook in de wedstrijden kunnen laten zien. En wanneer moet je beginnen te trainen en competitie en zo? Morgenavond begin ik met trainen. Dus we zijn al een paar weken bezig en ik kom eigenlijk na. En in april begint de competitie. Dus we zijn nu nog vol in de voorbereiding. En we werken nu toe naar de eerste wedstrijden. Dan, je gaat in Londen wonen. Heb je al waar juist? Weet je dat al? Op het moment weet ik nog niet precies waar. De club zou mij naar een paar appartementjes laten kijken. En dan kan ik een keuze maken waar ik wil wonen. En dan weet ik, de eerste week zal ik in een hotel blijven totdat ik iets vast heb. En dan ga ik van daaruit verder werken. Okay. En dan, het is een nieuwe uitdaging. Engeland, iets totaal anders voor jou? Ja, toch wel. Ik denk het is een nieuwe cultuur, een nieuwe omgeving. En ik heb ook altijd gedacht dat als je wil ontwikkelen, dat je veel dingen van verschillende culturen mee moet nemen. En dit is gewoon weer een keer iets nieuws. En ik kijk er heel erg naar uit. Kijk je ook al uit naar de match tegen Arsenal, tegen Anouk Hoogendijk? Ja, tuurlijk. Ik denk dat Arsenal een van de leukste matches die we zullen hebben. En waar ook ieder jaar veel publiek op afkomt. Dus naar die wedstrijd kijk ik zeker uit. Oké, veel succes in Engeland. Dank u wel.